passie die ik heb in mijn vak is dat ik iedere dag met deze geweldige dieren kan werken. En daarmee bezig kan zijn om een onderdeel te zijn van het paard. Het in de sports rijden van de paarden, maar ook een onderdeel kan zijn van het team vaak ook. Om prestaties te kunnen leveren. Mijn naam is Dirk-Jan de Kievit. Ik ben 25 jaar praktiserend hoefsmid. Van jongs af aan heb ik altijd interesse gehad in paarden. Ik heb vroeger ook altijd zelf gereden. Daarnaast had ik al heel gauw, toen ik een smid aan het werk zag, de interesse in het vak hoefsmid. Een paard wordt beslagen met een interval van 6 tot 8 weken. Dat is omdat een paardenvoet groeit. En daarnaast wordt hij beschermd met een hoefijzer. En in de sport wordt hij veel gebruikt om grip te krijgen, om comfortabel te zijn, optimale beweging te krijgen. En het paard op zo'n manier dus optimaal in de sport te kunnen functioneren. Als ik begin met mijn beslag, dan let ik op mijn ijzerkeuze. Die keuze maak ik naar aanleiding van hoe de voet is. Heb ik veel wand, heb ik weinig wand? Wat voor soort ijzer gebruik ik? Dubbele lip, een achterijzer, een voorijzer, dubbele lip of een teenlip. Daarin maak ik mijn keuze en naar aanleiding van die keuze ga ik de voet beslaan. In principe moet je zien dat een paard eigenlijk op het kootje van onze middelvinger loopt. Er zit een klein botje in, dat is het hoefbeen. Er is een hoorncapsule omheen. En daarin, inwendig, zitten daar een ledenhuid, een zolledenhuid en een wandledenhuid. En eigenlijk langs die capsule op. Die voet is opgebouwd uit een wand, een witte lijn en een wandledenhuid. Daar vlak langsop nagelen wij de ijzers vast om de voet. Dus daarom is het heel belangrijk dat positie van nagelen, pasvorm en kwaliteit van het ijzer heel hoog is. Ja, de straal die ligt in het midden van de voet. Een straal is in principe het pompsysteem, het hart van de ondervoet. Op het moment dat het paard zijn voet neerzet, opent en sluit die voet zich en zorgt hij dat hij de bloeding krijgt. En een hoefijzer wat eronder gemaakt wordt, moet ook zo gemaakt worden dat het hoefmechanisme, de beweging van de voet, optimaal kan blijven functioneren. Ik heb als smid nodig om mijn werk te doen een mobiele smederij. Ik heb een hele ingerichte aanhangwagen waar ik alle machines bij de hand heb. Mijn aanbeeld, mijn oven en genoeg voorraad en ook alle bijkomende hulpmiddelen, eventueel zolen, uretaans, noem het allemaal maar op. Om op het moment dat ik mijn keuze dus maak bij de klant, dat ik dus alles bij de hand heb voorradig om mijn werk goed uit te voeren. Als je kwaliteit wil leveren, moet je ook met kwaliteit werken. En de kerkhartijzers die zijn kwalitatief heel goed. Continuïteit zit erin. Je hebt iedere keer hetzelfde product, hetzelfde ijzer waar we mee werken. Met dezelfde afwerking, dezelfde nagelgatenplaatsing. En dat is heel fijn om mee te werken.